chips. Ja. Goed dat jullie er zijn. Ja, dat jullie weer terug zijn eigenlijk, hè? Ja. Maar ik wil eigenlijk beginnen met een vraag die jullie waarschijnlijk al 100 keer hebben gehad. Paprika of naturel? Paprika. Paprika. Hamkaas. Naturel. Toch wel? Ja, toch wel. Hebben jullie ook een soort van ritueel dat jullie voordat jullie optreden een zakje chips eten of zo? Ja, ja. Hé, maar die 1 april grap, daar begon het eigenlijk allemaal mee, hè? Die gekte. Ja. Wie kwam met het idee van die 1 april grap? Was jij daar? Ja, sorry. Maar jij dacht gewoon ineens, weet je waar, ik maak er een grapje van en kijken wat het wordt. Nou, het was eigenlijk meer zo, ik had de grap eigenlijk al een paar dagen in mijn hoofd. En ik zei tegen hun, kom, we gaan dit gewoon online zetten. En toen zeiden hun eigenlijk alle drie van, nee, dat kunnen we niet maken. Want dan denken ze dadelijk echt dat we daar staan en bla bla. En ik zei, ik heb hem al online gezet. Wat deed dat dan? Dat al die mensen ineens reageerden, waar kan ik het kaartje kopen? Nou ja, dat is wel bizar, want in de tijd dat wij met chips begonnen, dat we bezig waren, toen had je allemaal niet social media en dat soort dingen. Dus wij kregen die reacties eigenlijk nooit echt zo heftig mee. Tot nu, zeg maar. Nu pas weten we echt wat voor impact het heeft gehad op al die fans van toen. Dus ja, als je dat dan leest, dat is echt, ja, dat is te gek. Dat is leuk. En wat is jullie favoriet? Heb je een favoriet dansje, favoriet nummer? Wat blijft hangen of wat? One and one. Ik denk dat wij er allemaal wel. Ja, dat is het nummer. 101 Arabian Nights is gewoon het nummer waar iedereen echt helemaal losgaat en alles zingt. En dat, ja, dat is gewoon het allerleukste om op te treden. Ja. En wat vonden jullie van die remix die er kwam, van P.O.E.P. Poep, dat kennen jullie vast wel. Was niet erg, toch? Of vonden jullie gewoon leuk? Nee, zeker. Was superleuk. Was echt heel grappig. Maar ik heb nog een keer ooit ergens, en dat was een jaar of 2 jaar geleden, en ergens moeten dansen. En toen kwam die jongen die dat had gemaakt, die kwam naar mij toe en zei van, oh, jij bent Peter van Chips, toch? Ja, ik ben degene die 10 jaar geleden P.O.E.P. Poep heb gemaakt. Toen zei ik, nou, leuk om je te ontmoeten. Hebben jullie nog wel plannen voor optredens die er nog gaan komen? Ja, wil je nog ergens staan en wil je nog iets doen wat je nog niet hebt gedaan? Alles. Nee, maar we hebben nog niets gedaan. We hebben echt nog heel veel shows. 1001 nights, Arabian nights. Dan ga je het zelf bouwen. Nou, jij deed ook goed. Ja, heel goed hoor. Iets meer oefenen, maar het komt uiteindelijk wel voor elkaar. Dankjewel.